super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Het is, even denken, woensdagochtend. Ja, woensdagochtend. Het is 7:15 en we zijn onderweg naar de paardjes. Het zonnetje schijnt alweer zoals je ziet. Ik ga zo meteen mijn appeltjes eten. En we gaan zo meteen toerijden met 3 mensen. En ze hebben ook een fotoshoot erbij gevraagd. Dus dat betekent dat Mark ook meegaat met de camera. Dus dat is wel gezellig. En vanmiddag heb ik nog een rondje rijden. Dus ik ga jullie weer meenemen vandaag. Nou, inmiddels zijn de stallen weer uitgemest. Paarden hebben water gekregen. Alles is weer geveegd. En Mark moet zo meteen al weg om de gasten op te halen. Dus ik ga eventjes nog even drinken met hem. En dan gaat hij zo meteen weg. En dan moet ik nog poetsen. Tigretto en Maribel neem ik ook nog mee. En Tango en Poco. Poco alvast opgezadeld. Ik ga nu Tango opzadelen. Jij vriendje. En daarna moet ik nog Maribel poetsen, opzadelen en Tigretto nog. Maar die zijn allebei nog te eten. Dus eerst eventjes hem doen. En Sueño mag even los. Maribel ook opgezadeld. Ze staat nog even te eten. En ik heb er vandaag eventjes schoentjes aangetrokken. Dat zijn de Cavallo Simple Boots. Want ze loopt de laatste tijd wel erg vaak. En anders sluiten de voeten misschien een beetje te hard. En de staart natuurlijk weer eventjes in de Cowboy Magic. Ze heeft zo'n mooie lange staart. En dan moet ik nu alleen nog eventjes Tigretto opzadelen. En poetsen ook nog eventjes. Ja hoor, het is weer zover. Paard weer los. Oh, oh, oh. Tango, kom maar. Hier is je plekje. Oh, we zitten erop. Ik zit op Tango uiteindelijk. Toch maar gegaan. En achter me rijdt Sally op Maribel. Dan Nicole op Blondie. En Kim op Poco. En ik was zo druk dat ik niet eens tijd had om een andere appeltje op te eten. Dus dat ga ik nu even doen. Mark, die gaat het hek open doen. Vlekje staat ook al te wachten achter het hek. Hey Vlekje. We zijn nu best wel in de auto, super gezellig. Ze hebben grote verhalen allemaal. We komen uit LA. Het is allemaal grote verhalen. It was the after party. Van de red carpet en alles. Super gezellig, we gaan ze nu even uitspreken en dan kom ik bij jullie terug. Wat een uitzicht hier, hè? Nou, we hebben iedereen weer thuis gebracht. Het waren erg gezellige dames, zoals je hoorde. Kletste de oren van je hoofd af. Eentje kwam uit Californië en de andere kwam uit Atlanta. Dus dat was leuk. En we gaan nu naar huis toe en dan gaan we lekker eten en een beetje siesta houden. En dan heb ik vanmiddag nog een rondje te rijden. En inmiddels is het alweer 3:15. We zitten weer in de auto. Elvira is ook bij ons gekomen en die gaat ook lekker mee rijden vanmiddag. Ja, lekker
En Louise en Elisabeth gaan ook mee. Die zie je ook wel vaker in de vlog als ze rijden op zaterdag altijd in de les. En die gaan dus nu lekker mee buiten rijden. Dus dat gaan we doen. En ik ga, denk ik, op wie wil jij? Maribel of Sophie? Ja, maakt niet uit. Ik denk dat we Maribel, Sophia, Blondie en Swenjo gaan meenemen. Zo'n verrassing. De party staan er klaar voor. Swenjo, Sophia, Maribel en Blondie. En we gaan opstappen. Nou, we zitten erop hoor. Ik zit op Sophietje voor de verandering. Elvira achter me op Maribel. Dan Lisbeth op Swenjo. En achteraan Blondie met Louisa. Gezellig Passafino ritje. Even met de merretjes. Ja, Sophietje is nog wel een beetje wild. Passafino meisje, schattig toch? Ja, paard is weer lekker gewassen, Swenjo en Blondie. Maribel staat al op stal. Die gaat even staan kakken, dus Elvira mag lekker kak scheppen. Okay. Lekker hoor. En Sophie heeft ook lekker gewassen, die ga ik op stal zetten. Ik ga eens lekker eten. Lekker koppie, Sophie. Lekker gewassen, hè? Nou, dat was weer even een lekker ritje. We zitten inmiddels weer in de auto. Ik zit lekker in de schaduw in mijn hoofd. Misschien kan ik, ja, je kan wel een beetje zien. En onderweg naar huis. We gaan... Oh nee, ik wou zeggen, we gaan Elvira thuis brengen, maar dat hoeft niet, want haar auto staat bij ons. Dus de dag voor vandaag zit er weer op. We gaan thuis lekker spaghetti eten. Ellie gaat lekker uit eten. Ja. We zijn bijna jaloers. Dan kunnen we La Cantina even reclame maken ook maar weer. Ja, La Cantina. Ja. Daar waren wij ook geweest met mijn verjaardag. Dus lekker hoor. Nou, gaan we deze vlog voor vandaag afsluiten. Ik hoop dat je weer leuk vond om te zien. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet gedaan had. Even een duimpje omhoog natuurlijk. Hou jij je stuur maar even vast. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei! Doei!